200 ROC-leerlingen verzamelden zich vanmiddag op het schoolplein van het Siels in Goes om danser Spike Lee te steunen voor het tv-programma The Ultimate Dance Battle. De mbo-dansstudent gaf samen met zijn medestudent een dansoptreden. Zijn coach, choreograaf Tom Stewart, keek toe. Wij willen Team Tom promoten en daardoor hebben wij deze actie opgezet. Ja, zodat iedereen op Spikey en Team Tom gaat stemmen. We stemmen allemaal voor Team Tom. Ja, en voor Spikey natuurlijk. Ja, dat mijn klasgenoten dit eigenlijk voor mij hebben georganiseerd is natuurlijk super speciaal. Zoiets maak je echt niet elke dag mee. Het is gewoon de school die support me gewoon super goed en dat merk ik nu gewoon. Het is echt super leuk. Ja, hij pakt alles zo snel op en hij is heel technisch. En als, je ziet echt als hij danst, dat hij zeg maar met zijn gevoel danst en niet zomaar wat doet. Je ziet echt dat, dat hij het gewoon heel leuk vindt om te doen. Ik raad iedereen aan om alsjeblieft te stemmen op Team Tom, want wij verdienen het, die plek in de finale. Vanaf 15 april doet Team Tom mee met de live shows van het dansprogramma op RTL 5.